manuscripten is net niet meer wat levens. Misschien leer die fout niet bij mij niet, maar bij jouw verbeeldingloze verhaalredacteur. Hoe kom jij zo giftig tegenover die arme man? Ik stem samen met hem. En als je uitgever voor de afgelopen 16 jaar... Jij ga ik geraak? Nee, ik niet. Jullie vreemers nu naar schrijvers wat voor jullie goedkoop high-tech-storytjes geven. Dat is wat verkoopt bij de massa. En dat is wat tel. Maar moord gepleegd wordt door een rekenaar en die lijkt verbrand wordt in een microgolfoond. En dan noem je dat ongeloofwaardig. Als jij kan... Ik wil nou weten. Ons is bijna in de 21ste eeuw. En jij schrijft... Waar twee schaakspelers wat moe graag voor hulle spel. En dan sleep hulle een klomp mensen samen naar die eenzame huis op het platteland. Kan misschien nog aanvaardbaar geweest zijn op je oude Agatha Christie manier. Als jouw bijkarakters net niet zulke kartonfiguren was. De enige reden waarom hulle daar is, is zodat Boris en Conrad hulle kan terroriseren met hulle ziekspel. Je kan toch niet echte mensen manipuleren zoals schaakstukken? De schrijver niet die recht om zijn situaties en karakters te kiezen. Ja, mits het geloofwaardig is. En mits die karakters en die situatie aanvaardbaar en identificeerbaar is voor die lezer. Denk jij niet ik het na 16 jaar in ze gehoord mijn publiek wil lezen? Die laatste in zijn kop is af is die beste ding wat ik nog ooit geschreven heb. Als jij kalmer is... Ik ben weer dan Joost geworden. Jij gaat je woorden slukken. Thank you.